Voordat de wedstrijd begint, eerst de plichtplegingen. Twee stieren voor Sander van der Streek. Beste speler en topscorer. En Sipke Hulshoff krijgt de bronzen stier als beste trainer. En zal volgend seizoen gewoon weer de beste assistent zijn bij Cambuur Leeuwarden. Dat natuurlijk het feestje vierde vorige week na de 5-0 op RKC in de vierde periode. En het begint uitstekend aan de wedstrijd tegen Eindhoven met de eerste kans, de eerste goal van de wedstrijd. Het is de 8e minuut. Serge Hoefdraad, bal wordt onderweg nog even van richting veranderd. En dus is Swinkels kansloos. En dan is het 1-0 voor Cambuur Leeuwarden. Cambuur de ploeg in vorm aan het einde van de competitie. En dat is altijd het beste wat je kan hebben. Met hier kans op de 2-0. Van der Streek. Wordt de overtreding gemaakt. En dus de strafschop, zegt scheidsrechter Edwin van der Graaf. Het is zijn vijfde strafschop die hij geeft als scheidsrechter in de Super League. En daar is het gewoon Loof die het schieten voor Van der Streek onmogelijk maakt. Bakker achter de bal. Het is de 19e minuut en Bakker doet dat over het algemeen onberispelijk, zo ook vandaag. En daar is de 2-0 voor Cambuur. 8400 toeschouwers weer afgekomen op deze wedstrijd. Waarbij Eindhoven eigenlijk moet winnen om zeker te zijn van plaatsing voor de play-offs. Maar dat zagen we niet in die openingsfase. Nu Vloed met de paas op Kanepeel. Jinti Kanepeel met de voorzet. Dan het duwtje van Lieder en de kans voor Vloed. En zo ware mogelijkheid voor Eindhoven. Rij Vloed ziet zijn schot gekraakt. Cambuur weer met Schilder. Prima paas. Schilder en dan uit de draai Montero. En een goede redding van Ruud Swinkels. De doelman van Eindhoven die deze week geblesseerd was. Het was twijfelachtig of hij kon spelen, maar hij is er vanaf de eerste minuut bij. Hoefdraad naar Lili Pali. 41ste minuut van de wedstrijd. Hoefdraad, Lili Pali klaarleggen voor Tissou Dali en dan voor de voeten van Van der Streek. En ook nu maakt hij zijn doelpunt. De spits tegenwoordig van Cambuur Leeuwarden. En hij zorgt op slag van rust voor de 3-0. Samen met Tissou Dali en Hoefdraad de voorhoede van Cambuur. De 3-0. En dat is ook de ruststand als we beginnen aan de tweede helft. Met het balbezit voor Zijnstra. Kopbal is daar. En komen er een paar mensen terug van buitenspel. Is dit de invaller en Lieder. De invaller is Uiterlo die zojuist in de ploeg is gekomen. En meteen is zijn voorzet succesvol. Want Lieder scoort daar de 3-1. 47ste minuut. Ondanks dat hij misschien wel uit buitenspelpositie terugkomt. Uiterlo mag hij verder. Vloed mist. En Lieder maakt dat af. En dus ook een feestje voor de meegereisde supporters uit Eindhoven. Montero begeert door vele clubs. En een goede actie met Lili Pali. Lili Pali. Geen enkel probleem voor Stefano Lili Pali. En zo is het in de 51ste minuut weer 4-1. Stefano Lili Pali. Goed de derde man gezocht in dit geval. Via Hoefdraad naar Lili Pali. En dan is het 4-1 voor Cambuur. En dan moet Eindhoven dus volgende week nog aan de bak om zich zeker te spelen in de play-offs. Het foutje, maar het mag verder met Montero. Barto is dan in de ploeg gekomen voor Van der Streek. Montero, daar is Barto. Barto, Hoefdraad en Tissou Dali, maar die krijgt hem er niet in. Prachtige aanval weer van Cambuur Leeuwarden, maar de goal valt niet. En dus blijft het 4-1 met invaller Kip. Op die andere invaller Mannes. Dan Barto is mee. Daar is het paasje van Montero. Barto! Maar deze krijgt hij er niet in. Eindhoven wordt kapot gespeeld. En Cambuur Leeuwarden wint toch eenvoudig in het eigen stadion. Met 4-1 van FC Eindhoven. Cambuur is klaar voor de play-offs. En Ricardo Moniz moet nog even een weekje verder. Hallo,
Sipke Hulshof, prijzen binnen of geen prijzen binnen. Lekker voetballen blijven jullie doen, hè? Nee, maar dit is iets wat in deze groep zit. Hè. Deze groep die straalt op dit moment ten eerste heel veel... moet ik het zeggen, heel veel lef uit, heel veel plezier uit. En dat is denk ik ook de eerste basisdingen die je bij het voetbal moet. Hè. Je moet het ook echt leuk vinden om te doen. Nou, daar stralen wij op dit moment uit. Heel veel zelfvertrouwen, loopactie zonder bal. In de passing zijn we heel nauwkeurig. En we kunnen ook ontzettend goed afjagen als we de bal verliezen. Want ik denk, in de eerste helft heb ik een paar keer zitten klokken. En dan zie je momenten dat wij balverlies leiden, dat we hem ook binnen 2-3 seconden weer terug hebben. Dus ja, alle dingen die wij heel graag terug willen zien, dat hebben de jongens vandaag van aangetoond dat we daar gewoon heel erg goed in zijn. Gezien de uitslagen is er is nog kans om de nacompetitie te halen. Jullie zijn nog niet kansloos. Nee, daarom. Daarom moet je het... Kijk, we zijn natuurlijk doodziek hiervan, maar je moet natuurlijk wel je hoofd gebruiken. Je bent niet kansloos. Nee. Het komt allemaal op de laatste wedstrijd aan. Dat is ook wel weer het mooie van sporten. Ja, zoals voorspeld. We wisten dat de laatste wedstrijd daar alles op aan zou komen. We zijn erop voorbereid. Alhoewel, vandaag zijn we dood. We moeten ons bij elkaar rapen om toch die kans nog te benutten.